Ik vond het een topavond. Het is heel belangrijk om bij stil te staan wat wij hier in Nederland doen en wat regelingen kunnen, wat voor gevolgen kunnen vanuit de regelingen zijn. Wat ik schrijnend vond is een voorbeeld, casuïstiek van een acteur die in principe op een hele lelijke manier bejegend is. Het is bij me blijven hangen. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen in zo'n rijk land als Nederland. Vandaag hoorden we was toch dat er zaten ook wat ambtenaren bij. En ik kreeg een beetje het idee dat die ambtenaren een beetje de boel bagatelliseert. Van ja, nou ja, valt al wel mee. Maar het is wel een schrijnend probleem. Waar echt serieus naar geluisterd moet worden. En dat ZZP'ers ook goed gehoord worden. Wat het probleem echt is. Dus ja, dat heb ik vandaag gehoord. De schrijnendheid eigenlijk. Ja. Deze avond die was heel verrassend. Als je denkt, oké, je hebt dan alles gehoord. Dan hoor je verhalen waarvan je denkt van nee, dat kan echt niet. En het was heel kort. Dat je bent bezig met elkaar, maar die anderhalf, twee uurtjes, die zijn zo voorbij gegaan. Dan denk ik van, nou, er moet nog meer komen. Of in plaats van twee uurtjes, doen we gewoon vier. En dan hopelijk krijgen we meer eruit. Ik vond het een leuke avond. Ik merk dat het even op gang moest komen. Maar zodra mensen met elkaar in gesprek raken, dan ontstaat vanzelf komen dan de verhalen. Maar ook het enthousiasme. En dat is eigenlijk ook wat me bijblijft van vanavond. Dat mensen niet alleen klagen over wat er allemaal fout is. Maar dat er ook wordt nagedacht over oplossingen. Ik vond het interessant om te horen wat mensen die er minder mee te maken hebben daarvan vonden. Van die oplossingen. We hebben het gehad over vertrouwen, over wantrouwen, over regelingen. Over wat de gemeente graag zelf zou willen. Hebben mensen van de gemeente graag zelf zou willen. En wat ZZP'ers graag zouden willen. En een mevrouw naast mij, die net terug is uit Afrika, zei... Ja, je zou eigenlijk een soort platform willen. Nou, het leuke is, dat is er al. Dat hebben we namelijk zelf gemaakt. De gemeente heeft dat ook gemaakt. En wat ik heel graag wil, is dat wij daarin nog meer samen gaan werken. Deze manier van aanpak, wie zegt altijd, media is de vierde power, vierde, hoe noem je dat, machtspositie hebbende. Dus als we het proberen, en ik probeer het al heel lang om te zeggen, luister, beleid hebben we bedacht, laten we samen dat opkijken, werkt die voor ons? Als die niet werkt, verander het. En dan denk ik, als dat niet hebt gewerkt door politiek, uitvoerend ambtenaren, dan vind ik tof dat journalistiek het oppakt, weet je. En dan is dat een instrument om het af te dwingen of alsnog te doen. Want als je ondernemer bent en blijf je nog steeds een mens, dus heb je nog steeds een hulp nodig, die dien je te krijgen. Ja, deze manier van journalistiek bedrijven, dat is voor mij nieuw. Het is niet een heel nieuw concept, want tafels en dialogen, dat is wel iets wat ik al eerder heb gezien ergens anders. Maar ja, voor de journalistiek vind ik het wel een mooie manier om direct in contact te komen met mensen. Ik vond het wel heel kort. En ik ben nog benieuwd of datgene wat opgehaald wordt, of dat echt terugkomt. Dus dat is afwachten. De aanpak zoals het nu is gegaan is heel anders. Je bent heel vrij in het geven van je gedachten en je mening. En je voelt je ook gehoord. Dat is een andere... wordt misschien niet zo handig, maar een andere categorie mensen aan wie je verhaal vertelt. En verrassend genoeg, je hebt heel veel met elkaar gemeen. En het idee om daarvan een voorstelling te maken vind ik uitstekend. We hebben gewoon behoefte aan elkaar te vertellen en te laten zien. Wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal achter de schermen bij bijvoorbeeld in mijn geval een ondernemer die probeert zichzelf het hoofd boven water te houden, zeg maar.
Zo'n theatervoorstelling zou ik echt heel graag aan mee willen doen natuurlijk, als acteur zijnde. Maar het liefste zal ik zien dat er een open casting call is. Dat niet alleen acteurs die bij de castingbureaus staan ingeschreven, maar dat iedereen welkom is om auditie te doen. En dat er gewoon een castingperiode wordt gehouden. Dat alle mensen in Amsterdam die iets meer met theater willen doen, ook kunnen voelen en zien van hoe is het om auditie te doen. Dat het gewoon open is en leuk zoals het in Los Angeles ook gebeurt.